In dit filmpje leggen we jullie stap voor stap uit hoe jullie de tekenrobot kunnen programmeren. We kunnen nu het Dwenguino-bordje door middel van de USB-kabel verbinden met de computer. Open vervolgens Google Chrome op je computer en surf naar blockly.dwengo.org. Wanneer het programma geopend is, zien jullie het Dwenguino Blockly programma dat uit een aantal deelvensters bestaat. Aan de linkerkant zien jullie een aantal woorden gaande van logica tot commentaar. Als jullie op een van deze woorden klikken, dan zal er een subvenster tevoorschijn komen waarin allemaal verschillende blokjes staan die jullie kunnen gaan gebruiken om een programma te schrijven. Het middenste vlak, het witte vlak met daarin het eerste blokje van jullie programma, namelijk het zet, klaar en herhaal blokje. Daar kunnen jullie dan de blokjes die jullie aanklikken gaan inslepen om zo een volgorde van blokjes te gaan maken die uitgevoerd zullen worden. En dan tot slot hebben we aan de rechterkant de simulator waar we een aantal scenario's kunnen gaan simuleren. En daar kunnen we dus ook gaan simuleren hoe de robotarm en de motoren zullen gaan bewegen. Let op, voor het Twigo STEM project, zoals we dit in de scholen gaan geven, is dit eigenlijk niet noodzakelijk. Want jullie hebben zo net jullie robot in elkaar gestoken en jullie zullen dus ook echt gaan tekenen en het zal niet gesimuleerd worden. We zullen programmeren op een visuele manier. Daartoe zullen we een aantal blokken op het scherm slepen en die aan elkaar verbinden en dan laten starten. De blokken die Dwenguino gerelateerd zijn, vind je in het linkermenu, helemaal onderaan, en daar kan je dan op Dwenguino klikken. Dan vind je een aantal blokken die in het paars gekleurd zijn. Dit zijn de blokken die je veelal nodig zult hebben om de robotarm te programmeren. Selecteer de LCD-schermblok. Dit kan je doen door deze aan te klikken en ingeklikt te houden en schuif dan opzij. Eenmaal dat je in het scherm zit met de blok zet klaar herhaal, kan je het LCD-schermblokje slepen onder zet klaar. Daar kan je het loslaten. Als eerste zullen we een leuke tekst laten verschijnen op het LCD-scherm van het Dwenguino-bordje. Om dit te bereiken moet je in het LCD-schermblokje in de computerinterface naast schrijf tekst een tekst schrijven. Wanneer jullie een programma gemaakt hebben en jullie willen dit simuleren, kunnen jullie dit doen door op de play-knop te drukken in het groene venster. Belangrijk is dat jullie ook terug op de stopknop dienen te drukken om de simulatie te beëindigen alvorens jullie aanpassingen kunnen maken aan jullie programma. Als je dit nu wilt gaan testen, ga je rechtsboven in het programma op de play-knop drukken om te kijken wat er juist gebeurt. In een volgende stap zullen we ervoor zorgen dat de motoren pas beginnen draaien wanneer er op de knop Noord op het Dwenguino-bordje gedrukt wordt. Ga daarom naar het Dwenguino-menu links, klik erop, selecteer de blok Wacht tot knop wordt ingedrukt en sleep die naar je venster. Zet die onder het LCD-schermblokje en dan zal er eenmaal het programma start gewacht worden tot de knop Noord ingedrukt wordt. De motoren worden aangestuurd door de blokjes DC-motor die je in het Dwenguino-menu vindt. Sleep zo twee blokjes naar het venster en zorg dat die terechtkomen onder de herhaalblok. Op die manier zeggen we eigenlijk aan het programma dat die continu de motoren moet laten draaien. We zullen een motor 1 hebben en een motor 2. Dat nummer zal aanduiden welke motor welke beweging aan welke snelheid moet maken. We kunnen de snelheid instellen tussen min 255 en 255. Belangrijk is wel dat de snelheid voldoende hoog is, anders zullen we geen resultaat zien. Eenmaal we dit gedaan hebben, kunnen we opnieuw rechtsboven op de play-knop drukken en zien wat er gebeurt. Vergeet niet op de knop Noord te drukken om de motoren te laten werken.
De aanpassing van snelheden kan ervoor zorgen dat er complexere patronen getekend worden door de robotarm. We kunnen die complexere patronen bereiken door iedere keer het programma opnieuw te laten draaien, maar we kunnen dit ook op een andere manier bereiken. We kunnen eigenlijk zeggen dat de motor een aantal seconden op de ene manier moet draaien en daarna op een andere manier in een bijvoorbeeld tegengestelde richting. Dit zullen we nu toepassen. Voeg daarom in het Wenguino-menu een wachtknop toe onder de twee motoren en daarna kan je een nieuwe DC-motor onder de wachtknop toevoegen om dan tot slot weer een wachtknopje toe te voegen. De eerste wachtblok stellen we in op 2000 milliseconden of 2 seconden. De laatste wachtblok stellen we in op 3000 milliseconden of 3 seconden. Op die manier zal motor 2 eerst 2 seconden draaien in de ene richting en daarna 3 seconden in de andere richting. Een tegengestelde richting wordt aangegeven door een minteken te plaatsen. Opnieuw kan alles getest worden door op het play-knopje te drukken. In het geval je een verkeerde blok geselecteerd hebt, kan je deze altijd verwijderen door deze te slepen naar het vuilbakje dat zich rechts onderaan het venster bevindt. Het is mogelijk om deze editor in verschillende talen in te stellen. Ga daarom in het midden van het venster bovenaan naar het drop-down menu en klik de taal aan die je wilt gebruiken. Wanneer de les erop zit en de kinderen klaar zijn, is het belangrijk dat de kinderen alvorens alles af te sluiten het Wenguino-bordje resetten. Op die manier is het geheugen gewist en zal het bordje niet automatisch beginnen werken eenmaal de volgende groep ermee aan de slag gaat. Om het bordje te resetten, ga je naar het kruisje dat naast de play-knop staat en klik je dat.